Ja, dit doe ik op verzoek. Dit hoofdstuk, het is namelijk een boek wat wij niet gebruiken zelf. En ja, maar je kunt dus ook vragen als je merkt dat sommen niet kloppen met wat jij zegt in je boek hebt, kun je me altijd even een berichtje sturen. Ik heb hier over parallelogrammen. En ik wilde eigenlijk, oh, dit is dus niet het boek waar wij bij ons op school gebruiken, hè? Even voor de zekerheid nog een keertje. Dit is dus niet te doen zonder dat ik iets uitleg. Ik wilde eerst alleen de som doen, want ik denk, ja, dat willen jullie natuurlijk. Kijk voor de som. Maar ik moet er iets kort over vertellen, want anders kun je het zelf niet. Nou, wat moet je weten? Je moet namelijk de formule weten. En normaal hoef je bij wiskunde niet zoveel uit je hoofd te leren, hooguit een paar dingetjes. Maar nu heb je best wel veel formules die je echt uit je hoofd moet kennen. Je moet van een driehoek moet je het weten, weet ik niet zeker hoor. Maar in ieder geval van een cirkel moet je het weten, van een driehoek trouwens ook, want dan krijg je ook in toepassingen. Denk ik, je moet er van een vlieger weten, van een trapezium, van een parallelogram. Moet je allemaal weten. En schrijf die allemaal op een A4'tje. Zet ze allemaal zo op een A4'tje. En leer die uit je hoofd. En ik zit soms wel eens bij toetsen en dan zie ik mensen gewoon zo'n beetje, oh ja. En dan zijn ze zogenaamde wiskunde aan het leren, maar zijn ze gewoon aan het overlezen. Maar overlezen is niet leren. Je moet ze schrijven, je moet ze heel vaak schrijven. Net zoals je bijvoorbeeld Franse woordjes leert, doe je ook schrijvend. Hè? Heel veel schrijven, schrijven, schrijven. Tenminste, zo heb ik het altijd gedaan vroeger. En dan daarna komt de fase dat je het gaat bedekken met je hand zo en doe je steeds laten zakken. Heb je, en dan ga je kijken of je hem weet. Heb je vragen over hoe moet je snel formules leren voor wiskunde? Zet het hieronder in de commentaren en dan zorg ik daarvoor voor een filmpje. Dan eventjes over de oppervlakteparallelogram is zijde keer bijbehorende hoogte. Moet je kunnen dromen. Nou, hoe werkt dit nu? Nou, van deze ga je op zoek naar een zijde. Dus waarom het is, laat ik even weg, want het wordt het filmpje helemaal te lang. Maar ik vind het wel leuk. Als ik extra tijd heb, maak ik nog een extra filmpje over waarom het zo is. Nou, je hebt hier zeg maar een zijde. En je hebt een hoogte die daarbij hoort. Hoogte van de parallelogram. Hoogte van de parallelogram is van de ene evenwijdige zijde naar de andere evenwijdige zijde. En daar zeg maar het kortste stukje, ofwel de lijn die loodrecht op allebei staat. En hoe vind je nu zo'n hoogte? Nou, je ziet hier, en dat is wel heel handig, je ziet hier, even kijken hoor, zo'n tekentje van een rechte hoek. En dat tekentje van een rechte hoek, dat geeft eigenlijk hier en hieraan welke twee bij elkaar horen. Want deze staat loodrecht op die, en dat is dus ook het zetje. Dit is de hoogte die hoort bij deze zijde. En net zo is deze zijde, oeps, hoort bij. Zo heel slordig, bij deze hoogte. En nu kunnen we naar de som toe. Oh, goed dat ik erachter geplakt. Let op, soms tekenen ze de hoogte buiten het parallelogram. Vaak in die praktijkdingetjes doen ze dat, maar dit is natuurlijk gewoon dezelfde afstand, hè? Dus je hebt hem gewoon. Dan nu, we gaan naar de eerste som. En van som 9, zoek het zetje. Nou, deze zijde heb je gekregen. Dat is de enige zijde die je hebt gekregen. Daar zul je dus mee aan de slag moeten gaan. Dan schrijf je de formule op. Voor je verder gaat denken, even de formule opschrijven. Oppervlakte parallelogram is de zijde. Ik kort af. Vraag even aan je docent of dat mag bijbehorende hoogte. Eigenlijk mag dat niet met punten erin, dus die zal ik even gauw weghalen. Op het want de punten zijn ook verkeerd, hè? Zo. Zijde keer bijbehorende hoogte. Als je die hebt opgeschreven, ga je kijken. Oké, okay, ik moet dus de zijde hebben. Nou, dit is de enige zijde die gegeven is. Alleen daar mis ik de hoogte van. Toch is dat niet helemaal waar, want ik heb je ook laten zien dat de hoogte is de afstand tussen de twee evenwijdige lijnen. Dus of die nu op de ene staat of op de andere, dat maakt in principe niet uit. Maar even simpeler uitgelegd, op het moment dat je deze hebt, dan heb je die andere zijde ook. Dus wat je ook kunt doen, is dat je zegt, ik zet hier gewoon ook 32 bij. Want die heb je. Want van een parallelogram zijn de zijden tegenover elkaar niet alleen evenwijdig, zoals bij een trapezium, maar ook even groot. Dus zet de andere zijde dan ook er eventjes bij. Nou, en dan heb je hier zijn hoogte. En kijk eens wat hier gebeurt. Hier heb je dat hoekje wat die twee verbindt, wat het zetje maakt. Hè? Je moet altijd zetje zoeken. Nou, dus 32 en die 29, die horen bij elkaar. Dus daar kun je de oppervlakte mee uitrekenen. Nou, en dan kom je uit op, ik even spieken hoor, want dat vind ik, krijg ik niet makkelijk uit mijn hoofd uitgerekend, 928 en het zijn vierkante millimeters. En hoe weet ik dan nu? Nou, op het moment dat je hiermee klaar bent met rekenen, kijk je altijd even terug, heb ik antwoord op de vraag gegeven? Want soms komt er nog een vraag achteraan. En dan, ja, dan heb je antwoord opgegeven en dan kijk je even waar moet het in? Ofwel,
Willen ze het in centimeters? Of willen ze het in vierkante centimeters? Dit is dus oppervlak, dus altijd met vierkanten. En wat ik nu hier heb weggeknipt, per ongeluk, is dat de afmetingen allemaal in millimeters zijn. Dus de oppervlakte wordt vierkante millimeters. Let op, oppervlaktes, dus denk aan het tweetje. Dat is de eerste van deze twee. Dan gaan we naar die andere. En dan gaan we weer het setje zoeken. Hier zie je ook weer maar één zijde. Ik zie wel twee hoogtes, maar van deze hoogte heb ik de zijde niet. En ook niet het tegenover. Dus daar hebben we helemaal geen bal aan. Die staat er gewoon in om jullie het extra moeilijk te maken. Als ik nu kijk welke zijde heb ik deze. En dan kijken we naar het rechterhoekstekentje. Oh, dan is dit dus een bijbehorende hoogte. En dan kun je hem maken. Dus dan krijg je weer, je schrijft hem op. Oppervlakte parallelogram is gelijk aan de zijde keer de bijbehorende hoogte. En dan gaan we invullen. Dus de oppervlakte van het parallelogram. En is het bijvoorbeeld ABCD, dan schrijf je op oppervlakte ABCD. Is de zijde, nou die was 25 keer 39. En dan kom je uit op 975 en ook weer vierkante millimeters. Kan ik niet zo snel uit mijn hoofd doen, ligt daar een blaadje. Ik heb het al uitgerekend van tevoren. Dus dit is hoe het werkt. Eén ding wat ik nog moet vertellen, een veelgemaakte fout. En die moet ik eigenlijk hier laten zien. Een veelgemaakte fout is de volgende. Dat ze zeggen, deze zijde, oh, daar hoort dit bij. Want die komen hier zo samen. En dat is dus niet goed. Hè? Want het moet met het rechterhoekstekentje, moet hij erop landen. Dus dit is de hoogte. Die hoort bij deze en bij die er tegenover. En die hoogte van 29 hoort dus bij deze en bij die. Nou, dat was som 9. Som 10, ik kan hem alvast een stukje laten zien. Dan moet je eerst zelf een schets maken. En die is leuker, denk ik. Dat is meer een puzzeltje. Nou, dit was het. Veel plezier met de rest van de sommen. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei!